Geef hem een groot applaus, namelijk de vriend van de show, Vincent Mauritius. Ja! Hey Vincent! Hallo! Gezellig, zijn we weer! Ja, hey, hoe gaat het joh? Het gaat helemaal goed, absoluut. Ik voel me fit. Voel je je fit? Ja, kijk, ja. Je hebt natuurlijk een hele flinke reis achter de rug. Ja, de grootste die ik ooit in mijn leven heb gedaan, kan ik ja. Wel zeggen eigenlijk. Ja. Scandinavië. Scandinavië gingen we. Jezus, de kant op van Denemarken en Zweden, ja. Ja, 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 ja. En hoeveel parken heb je nou uiteindelijk bezocht? Eventjes kijken. Ik geloof dat wij een stuk of 8 à 9 parken hebben gedaan. Zo, kijk. En dan heb ik het over... Even kijken, hoeveel dagen zijn er overheen gegaan? Ik ben bijna 2 weken weg geweest. 2 weken, ja. Ja. Maar wel even, ongeveer ook eigenlijk weer vakantie. Eigenlijk. Het voelde als een hele goede vakantie. Het was een beetje een mix tussen toch wel werk, omdat we toch alle dingen filmen die we tegenkomen, zowel attracties als natuurlijk de omgeving. Ja, ja. En mensen konden helemaal op de voet volgen en zo. Het was ook ontzettend leuk dat mensen echt een vakantiegevoel kregen als ze onze video's keken. Mm-hmm. Ja, het was toch wel erg aangenaam. Ik wil het zeker vaker gaan doen, denk ik. Ja, ik moet zeggen, ik heb eventjes een paar keer ook gekeken natuurlijk. En ik vond het ook hartstikke leuk om te zien. En ja, ik was toch wel eigenlijk benieuwd, want ben je nog steeds groot? Ik ben nu aan het vervellen. Oh. Ik voel me een beetje een of ander reptiel in Nederland. Maar dat is de goede kant op. Wel jeuken s'nachts, vooral jeuken. Hè? Dat is wel goed natuurlijk. Heb je niet allemaal velletjes in je bed liggen? Soms wel, ja. Oh ja, 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 ja. Lastig is dat, hè? Echt een slang. Net een slang. Ja, ja. Nou goed, hey, maar... Ja, ik was eigenlijk wel benieuwd. Hoe heb je het in totaal ervaren? Ik denk wel dat je natuurlijk gewoon hartstikke leuk hebt gehad. Maar heb je nog iets speciaals meegemaakt? Ja, we hebben best wel unieke dingen meegemaakt. Gewoon unieke attracties, maar ook gewoon unieke locaties. En dat is natuurlijk het voordeel van als je naar zo ver gaat reizen. Kijk, als je in Nederland blijft, dan is het voornamelijk vlak. Maar als je dan in één keer in de grootste dierentuin van Scandinavië gaat bezoeken, in Colmar de Zoo, dat daar ook een hele grote RMC staat van 117 km per uur tussen de dieren. Ja, ja dat is toch wel weer heel anders dan dat we hier dan in een python zitten, zeg maar. Ja, dat is sowieso. Dat is toch wel zo'n unieke ding, hè. Ja, maar is het vergelijkbaar met Troy? Het Overland dan, voor degene die het niet weten. Ja, misschien een teent. Omdat dit natuurlijk, er bestaan maar 2 RMC's op de wereld. Ja, oké, okay, dat snap ik. Nee, wereld, sorry, niet de wereld, in Europa, excuus. En een daarvan is dan een teent. En de ander staat dan in Colmar de Zoo, de Wildfire. Mm-hmm. Allebei hebben die gedaan. Maar die van Colmar de Zoo, die was best wel, de Wildfire was beter dan een teent. Echt waar? Ja, wat minder ruig, wat meer dat je die airtime voelt. Je hebt wat meer rustmomenten. En dat je wat langer op zijn kop hangt. En bij Untamed is het eigenlijk gewoon in een hele korte periode zoveel mogelijk baanelementen meemaken. En dat is best wel ruig. Het is echt een ruige baan. En daardoor vind ik het ook wel niet altijd even vermakelijk. Omdat die kan niet zo intens van genieten als van andere banen, vind ik. Nee. Oké. Okay. Dus hij is al vele malen beter. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, wat ik nou ook wel benieuwd naar was eigenlijk, van als je nou gewoon naar een pretpark gaat, en je neemt natuurlijk dus dan reviews op, maar ben je daar, hoe lang ben je daarmee bezig? Ben je dan ook weer een halve dag verder eigenlijk? Bedoel je met het editen of met het opnemen? Of hoe? Met het opnemen, ja. Gewoon van de attracties en wat je doet met de reviews, zeg maar. Ben je daar ook de helft van de dag mee bezig? Of is dat dan, of ben je al in een paar uur daarmee klaar of zo? Nee, echt de hele dag neem je eigenlijk de camera mee. Ja. Dus ik heb eigenlijk op een soort handgrip, heb ik hem eigenlijk continu in mijn hand of ik doe hem even in mijn broekzak. Mm-hmm. Want alles wat je tegenkomt, dat moet je eigenlijk filmen. Dus de mensen maken echt wel mee, onze eerste reacties, onze eerste momenten dat we in een gebied lopen, dat maken mensen mee. Dus je moet je voorstellen dat een opname duurt gewoon echt een hele dag. Je bent echt een hele dag met de camera bezig. Er zijn ook momenten dat je natuurlijk de wacht hebt, hoef je niet te filmen, dus dan sta je zonder camera. Maar het is wel een paar keer per dag de tas openen, kamer eruit erin. En ja, dat is nou eenmaal waarvoor je komt eigenlijk, hè? Ja, dus eigenlijk is het gewoon dus zo, jij ziet gewoon het park en je ziet alle leuke dingen, zie je gewoon door een camera heen. Ook voor jezelf. Top. Ik kijk ook eventjes over het schermpje heen natuurlijk. Maar meerdeels zie ik ook wel echt de camera. En dat is, heel veel mensen vragen zich af, is dat dan nog wel leuk om een park? Natuurlijk is dat leuk. Ja, natuurlijk. Ja, weet je, het is ook wel een beetje een kwestie van wennen.
Ja, en natuurlijk vind ik het ook leuk om een camera thuis te laten en door een park te lopen. Dat is echt het heerlijkste wat er is. Maar het is ook een kwestie van wat ik zei, het is gewoon wennen. En dan is dat er gewoon hartstikke leuk. En je moet er gewoon wat leuks van maken ook, voor jezelf. Klopt, ja. Ik had trouwens ook gezien dat jij een nieuw soort van accessoire had voor je camera. Dat die recht blijft, toch? Of niet? Ja, ik heb een handgrip. Oh, zo heet dat? Een handgrip, ja? En ik had een review gemaakt. En toen bleek dat mijn zware camera, die niet op kon. Maar dat heb ik dus helemaal verkeerd gedaan. En ik blijkt dus dat ik echt alle camera's er gewoon op kan plaatsen. Dus, maar ik heb hem nu gebruikt voor mijn telefoon. En daardoor hadden we best wel hele leuke, bijzondere beelden uit de parken. Met zo'n, dat het echt het beeld zweeft door die langs die achtbaan heen en zo. Dat maakt het toch wel filmisch, hè, een beetje. Ja, zeker. Ja. Want je hebt dat natuurlijk ook volgens mij gebruikt tijdens de filmpjes, zeg maar, tussendoor. Ja, de verblijfjes, de hotellen, niet te zien. We gingen ook livestreamen in hotels. Ja. En dat de mensen maakten echt gewoon compleet mee wat wij meemaakten. Van rare dingen tot aan unieke dingen. En dat is wel, dat was leuk. Want ik heb een programma gekocht op mijn telefoon en daar kan je mee monteren. Mm-hmm. En ik stond soms in de wachtrij te monteren of tijdens het rijden naar een ander park of s'avonds nog in bed. Dus het is heel vreemd om dat allemaal mee te maken op die manier. Maar het was wel heel leuk dat de mensen dan zulke leuke reacties plaatsen. Van joh, we genieten van je vakantie. En daar doe je het ook wel een beetje voor, hè? Ja, dat is ook zo. Maar ben je dan niet op een gegeven moment zo druk bezig dat je op een gegeven moment dan achter je hoort van die loopt niet door of zo, weet je wel? Nee, ik hou alles in de gaten. En okay. Ook Hessel is bij me en die houdt ook heel veel dingen in de gaten wat ik niet in de gaten hou. Ja, dus precies. Mocht ik wat filmen en ik ben heel erg met mijn ogen gefocust op het klepje, op het schermpje, dan zegt Hessel van, daar vind ze op, die tikt op mijn schouder van die kant op kijken, weet je. Dus we werken heel goed samen daarmee. Ik zou het niet in mijn upje kunnen, zeg maar. Nee, maar dat is ook niet niks. Als je helemaal, het is al heel wat als je met z'n tweeën al zo'n trip maakt. En als je dan helemaal alleen bent, wat moet je dan? Ja, dat zou vermoeiend zijn en ook nog gewoon minder leuk, denk ik. Ja, zeker. Ja. Het is toch natuurlijk company en gezelligheid wat je dan meebrengt ook. Ja, klopt. En je ziet ook weer nieuwe dingen, hè? Dat was eigenlijk, denk ik, het leukste van het park. We zijn in allemaal parken geweest. Hessel was al 6 jaar geleden in Legoland geweest, maar over het algemeen, alle parken die we hebben gedaan, die hebben we nog nooit bezocht. Dus het is voor ons ook allemaal nieuw. En het was ook spannend natuurlijk, van wat kan je verwachten? En hoe zal die achtbaan aanvoelen? En, en gaat dan 7 keer over de kop, maar hoe gaat dat dan voelen voor ons lichaam? En dat spannende dingen, dus ja. Ben je nog iets tegengekomen van waar je denkt bijvoorbeeld, noem even iets, dat je bijvoorbeeld met mensen aan het praten bent of iemand tegen je praat of zo en dan problemen hebt met de taal of zo, of iets met bestellen of zo, of noem even iets. Soms had ik nog wel eens Nederlands tussendoor, omdat ik dat leuk vond. En dan zie je mensen inderdaad kijken van, waar heb je het over? En dan zeg ik, Hessel, doe jij het even voor mij? Dat is gewoon echt luiheid gewoon. Nee, maar de mensen in Zweden en Denemarken praten echt perfect Engels, dus dat is hartstikke mooi. Kijk, dat is bijna de tweede taal. Dus ik geloof dat de Zweedse mensen en de Deense die leren dat van jongs af aan al in de klas, de Engelse taal, dus dat is mooi. Ja. Dus we hebben geen problemen gehad met, natuurlijk wel mensen die praten, ze verstaan je niet, dus je kan lekker een beetje gek doen in de wachtrij. Ze verstaan je toch niet. Ja, ik heb ook wel eens iets meegemaakt. Toen waren wij wel eens in Griekenland. En toen was het eigenlijk gewoon zo van, we hadden een auto gehuurd. En dus gingen we gewoon even toeren. Gewoon even kijken wat er allemaal te doen was. En toen eigenlijk, niemand die verstaat je. En toen, mijn oom bijvoorbeeld, die was heel erg, die vond het nogal leuk om gewoon dingen uit het raam te roepen. Dus die riep een keer gewoon naar iemand gewoon zo, bolle! Of zo, weet je wel. En niemand verstaat het toch, maar wij lachen in de auto. Dat is hartstikke mooi als mensen je helemaal niet kunnen verstaan. Dan kan je gewoon zeggen wat je wil. Ja, prachtig. Ja, dat is mooi als het dan niet Engels is. Hè? Dan is het gewoon makkelijk om iets te roepen in je eigen taal. Hè? Ja, Nederlands is ook niet makkelijk, hè? Nee. Ja, wij kunnen het al spreken natuurlijk. Maar het is inderdaad, qua spelling is dat moeilijk eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. We hebben echt prachtige dagen gehad, mogen niet klagen, alleen Legoland was even een beetje regen nog. En heb ik weer een te kleine poncho gekocht, dus dat ik zag het, tegen. Ja, dat is aan de ene kant hilarisch, want ik probeerde hem om te wisselen en zei, dat is niet mogelijk. En ik had gezien om weer een nieuw te kopen. Ik denk, dan loop ik maar met een te kleine poncho door het park, dat kan mij het schelen. Het zag wel leuk uit voor de beelden. Ja, een beetje chagrijnig kopje, hè? Ja, dat klopt. We hebben het wel een vermoeiende dagen ook, want we hebben ruim 12 tot 17.000 stappen per dag gezet soms.
En dan ben je er ook wel een beetje doorheen. Hè? Dan doe je je voetjes en dan ben je blij dat je s'avonds in je hotel bent. Ja. Maar ja, de volgende dag moet je weer, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. Ik zag trouwens, je had ook wel een beetje een slecht hotel, hè? Of niet? Ja, dat was een Indonesische man. Of in ieder geval, ik weet niet of die Indonesisch was, of in ieder geval een buitenlandse man. Mm-hmm. Niks tegen buitenlandse mensen natuurlijk, maar het was een beetje armoedig, denk ik. Want we kwamen aan en hij zegt van, ja, zijn jullie met een slaapzak? Ik zeg, nou nee, we zijn aan het reizen. Ik heb wel mijn eigen kussen bij me, maar voor de rest heb ik geen spullen meegenomen. Nee. Ja, we zijn niet op kamperen, op een camping of zo. Ja, ik bedoel, ja, had je nog zelfs moeten vragen, waar moet ik een eigen tuin meenemen? Ja, moet ik een wc meenemen? Ja. Nee, maar goed. Toen zei hij zo van, ja, als je handdoeken wil, kost het 30 kronen. En als je lakens wil, dan kost het nog 100 kronen extra. Dus dat was wel een beetje... Hoeveel is dat in euro's? Ongeveer 11, 12 euro, denk ik. Oh ja, is nog te doen. Nou ja, dan heb je je hotel geboekt, zeg maar. En dan ben je al wat kwijt. En dan moet je nog extra iets van 12, 13 euro kwijt zijn aan lakens. Dan denk ik van, dat hoort bij een hotel te zitten, zeg maar. Het was smerig, hè? Ja, het was een beetje... Ja, het was wel schoon. Ja, nee. Maar, ik bedoel, het is wel smerig dat ze dat op die manier doen. Oh, smerig. Ja, nee, zeker. Ja, dat is, maar dat is het enige nadeel wat we kregen. Voor de rest hebben we gewoon als een roos geslapen. En we hadden zelfs een privé zwembad. En, ja, noem maar op. Je kreeg er wel wat voor terug. Ja, gelukkig wel. Daar verwacht je dan ook wel, hè? Jazeker. Ja. Hey, goed. Nee, heerlijk. We zijn inmiddels al een kwartier bezig, volgens mij. Oh, bijna. Heerlijk, ja, de tijd gaat snel, hè? Oh nee, 10 minuten ongeveer. Ja, iets meer. Ja, ik ben bescheiden, want anders krijgen we een interview van een uur. Ik ken mezelf. Ja, we kunnen door blijven lullen natuurlijk. Uiteraard. Tot morgenochtend. Maar, nee, maar dus, is er nog iets wat je wil weten? Wat staat er nog op de planning? Wat staat op de planning? Dat is een hele goeie. Nou, deze maand natuurlijk nog de pannen. Plopsaland de pannen, omdat de Samson en Gert zomershow, dat is de laatste zomershow die we gaan doen. Ja. Dus die draait tot het eind van deze maand. Dus dan gaan we nog eventjes een tripje bezoeken. En dan, Alsof ik met de vinger begin van de uitzending al erop zat. Van, hij gaat een opmerking over Plopsaland maken. Ik heb hem standaard erin staan als ik jou aan de telefoon heb. Standaard je vinger erop. Nee, 14e gaan we naar Toverland met de midzomeravond. Mm-hmm. En die dag daarna gaan we gelijk door naar Dippy Doe. Dat is een park ook in Brabant. Oké. En dat is een klein parkje ook nog die ik nog moet bezoeken. Dus natuurlijk staan nog steeds op mijn lijstje dat ik alle Nederlandse pretparken moet bezoeken. Dus ook die hele kleine kendere speeltuintjes. Ja. Maar deze heeft een achtbaan, dus dat is dan nog wel vet. Maar het zal wel in een halve dag zijn geschoten, denk ik, zo'n park. Het stelt niet heel veel voor. Ja, precies. Maar waar ligt het ergens? Bij Eindhoven in de buurt. Oké. Ja. Ik weet niet of dat bij jou in de buurt... Nee, hè? Dat is niet bij jou, hè? Ja, klein uurtje, denk ik. Oh, klein uurtje? Oh, dat valt mee. Dat is dichtbij. Ja, redelijk dichtbij. Vergeleken met Scandinavië is het dichtbij. Ja, dat sowieso, ja. en op de planning, ik wil nog ontzettend graag naar Engeland ooit in de toekomst. Natuurlijk voor de Alton Towers en Blackpool, Pleasure Beach en dat soort dingen. Dat lijkt me echt een droom. En natuurlijk ook Italië met Gardaland. En in Spanje ook leuk, PortAventura, Ferrariland. In Polen heb je Energielandia, ook een fantastisch park. Je hebt natuurlijk nog een Plopsa park daar zo. Dus ja, genoeg, genoeg om nog te bezoeken, zeg maar, in de toekomst. Ja. Maar wat we gaan doen, ik begreep dat we weer richting Spanje, Italië willen volgend jaar. Maar dat is niet zeker weten. Dus dat is nog even spannend, nog even geheim. Ja, oké. Maar... je hebt dus wel een hoop op de planning staan, dus komt er eigenlijk haast weer een nieuwe trip aan. ik vond het zo leuk. Ik heb echt genoten. Ik heb vorig jaar natuurlijk hebben Frankrijk gedaan met Duitsland en België. Dat was ook echt geweldig, vooral Frankrijk. Mm-hmm. Hier van dorpje naar dorpje, over al die heuvels heen. En het waren echt gewoon plaatsen waar misschien 17 inwoners woonden. En dan had je een hotel, leek naar de kerkhof. Nou, en dat was gewoon geweldig. Zoiets maak je niet vaak mee. Nee, en dan heb je gewoon een herinnering in je hoofd. En dat maken die tripjes zo leuk. Gewoon echte dingen die uniek zijn. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook één ding nog bij onze Skare Sommerland, dat park. Dat was een waterpark, was super druk. Mm-hmm. Er stond een unieke achtbaan. Dat is een soort windcoaster, waar je aan de zijkant zit van de baan. Voor de mensen die niet weten wat een windcoaster is. En dan zit je in een soort van schommelbakje. En die achtbaan gaat op zijn kop, maar die schommelbakjes gaan eigenlijk niet op zijn kop, omdat die meedraaien met
met de baan, zeg maar. Dus ja, op een gegeven moment zit je links van de baan en dan later zit je in één keer rechts van de baan. En er bestaat er maar één man op de wereld en die hebben we dan 3 keer gedaan. En ja, dat zijn dingen dat je denkt van jongens, dit maak je maar 1 keer mee in je leven bijna. Of je moet nog een keer helemaal ver gaan reizen. Ik bedoel, we hebben 3400 kilometer met de auto hebben meegemaakt. Dus ja, we hebben echt heel lang voor gereisd. Maar het was uniek. Het was zo onvergetelijk. Ja, dat zijn de beste momenten van de trip. En die staan allemaal op beeld. Dus mensen gaan er ook van genieten, hopelijk in de toekomst. Dus ik moet nog allemaal beginnen met ja, 200 gigabyte editen. 600 videobestanden. Ja. Daar ben je wel even bezig, ja. Ja, dat is ongeveer, ik heb uitgerekend, rond 50 tot 60 uur aan montagewerk. Dus dat, we hebben nou, er zin in. Doe dat maar even. Jezus. Ja, ik ga het wel opdelen in een paar weken, hoor. Want als ik dat allemaal in een week ga doen, dan heb ik vierkante blokjes ogen, denk ik. Ja, inderdaad, ja. Ga je maar afvoeren. Ja, waar naartoe? Waar wil je naartoe? Ja, doe dan maar richting Spanje gelijk. Spanje? Ja, dat zou ik ook wel willen. Ja. Superleuk. Ga jij nog op vakantie? Nee, ik blijf lekker in Middelland deze keer. Ik ga misschien nog wel even een keer een dagje uit, maar ja. Dat was het eigenlijk, ja. Oké, nou ja, gewoon lekker Toverland opzoeken weer voor jou dan, hè? Ja, nou misschien gaan we nog naar Movie Park Germany. Oh, dat is leuk, Movie Park. Ja, dat is leuk. Dat moet je doen. Leuk. Nee, heb ik een nieuwe attractie geopend, hè? Die bootjesattractie binnenin met zo'n vulkaan hebben ze volgens mij omgebouwd tot iets nieuws. Ik weet de naam niet, maar er is een attractie helemaal gerestaureerd of vernieuwd of wat dan ook. Ja. Dus dat is wel een mooie dark ride. Ah, oké. Okay. Ja. Okay. Nou, ik denk eraan. Ik ga sowieso in haast alle attracties. Tenminste, dat probeer ik. Ja, het zal wel een heel groot park zijn. Tegen, sorry? Kan je er tegen, die achtbaan en zo? Ja, zeker. Makkelijk. Ja. Het is niet een groot park. Het is geen groot park. Dus dat scheelt. Je bent er wel snel doorheen. Als je echt, als het rustig is, dan kan je hem binnen een halve dag doen. Oh ja, oké. Okay. Ja, gewoon lekker rustig aan doen, hè, op je gemakkie. Ja, tuurlijk. Lekker drinken tussendoor, even eten, trasje. Lekker kassus en de Milky Way. Heel. Ja, jeetje jongens. Nou, daar doen we een moord voor. Ja, ik heb gekeken. Oh ja, heerlijk. Nee, ik hoop dat we elkaar weer snel spreken. En ja. Veel plezier met draaien van de platen. Ja, dat is allemaal lukken, denk ik. Dat komt goed. Ja, tuurlijk. Dat komt wel een ervaring. En veel succes, maar ook sterker met het editen van de video's. Dank u wel. Superleuk. En dan wens ik je ook nog een heel fijn weekend, natuurlijk. Ja, fijn weekend, jongen. Ja. Doeg. Hey, tot de volgende keer, hè. Doeg. Hoi. Tot zover, Vincent. Wij gaan door met de muziek. Zodat ik nog Kensington voor je. Dit is eerst nog Katy Perry voor je. En this is how we do.